Ja, wat moeten we aan, vrienden, met het Nederlands elftal? Want dat is de grote vraag. Is het nog maar een dag, of 5, 6 en dan begint het toernooi. En ja, heb je gezien? Tegen de nummer 91 van de wereld. En dan gaat er ineens, nou gelukkig de Telegraaf niet en de NOS ook niet. Die deed het tenminste normaal. Maar de rest gaat er ineens een beetje semi-positief lopen doen. Zo van nou, ja, het was al wel beter dan tegen Schotland en Georgië. 91ste op de FIFA wereldranglijst. En daar hebben we het dan over. Hey. Als in de eerste helft, die liepen er gewoon zo maar doorheen. Ja, als we een echte tegenstander hadden gehad, ja, hey, sta je gewoon zomaar met 2-3-0 achter. Ja, en dan hoor ik van Frank de Boer, hoor ik dan ineens zeggen, ja, we zijn klaar voor de EK, zegt Frank. We zijn klaar voor de EK. Dit hele systeem, dat hebben die spelers nog helemaal niet onder controle. Met je 5-3-2, Frank. Die lopen allemaal nog zwalkend over het veld heen. Die hebben nog geen idee wat ze moeten doen. En dan gaan we ineens positief lopen doen. Nou, ik niet hoor. Ik heb helemaal nog steeds geen enkel vertrouwen in, beste vrienden. Nee. Want we... Stel je voor, we komen zoals we nu spelen. We komen tegen Frankrijk en we komen tegen Spanje en we komen tegen Duitsland. Dan worden we weggefietst. Dan zijn we in één keer weg. Oh god. Dat wil je dan toch niet meemaken, zo'n afgang. Ai god. We moeten die Frank de Boer, want die mensen, we zijn klaar voor de EK. Die moeten we echt even gaan helpen nu. En we moeten... helemaal af van dat gedoe met je 5-3-2 en die spelers weten het niet. Frank de Boer, je gaat goed luisteren naar mij. Want ik ga je de opstelling geven zoals wij gaan spelen. Precies. En jij schrijft mee. Gewoon pen en papier. Haal het gauw daar ergens. Hop. En ga mee zitten schrijven. Ja, daar gaan we. Stekelenburg. Dat had jij al geregeld, want die Silussen die heb je zo weggegooid. Oké, zet jij die Stekelenburg maar in het doel, dan kan ik mee leven. Punt. Stekelenburg staat erin. Dan gaan we. Van rechts naar links. Goed meeschrijven, Frank. Die Timber, die gaan we houden, want die speelt goed. Dan hebben we in het centrum hebben we gewoon de Vrij en de Licht. Klaar, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Op links zetten we Blind. Punt. Je begrijpt het al, we beginnen niet met 5 in de achterhoede. Nee, 4. Want we gaan 4-4-2 spelen. Frank, schrijf mee. Geen vragen stellen, gewoon doen wat ik zeg. Oké? Want anders wordt het een chaos en een puinhoop tijdens het EK. Hey. Goed, dan gaan we verder. Middenveld, let op. We beginnen op rechts. Frenkie de Jong, dat is duidelijk. In het midden, Wijnaldum. Ook geen enkel punt. Op links, daar hebben we hem. Ja, Gravenberg. Hoppakee. Die speelt op links. Dat zijn er 3 in het midden. En net daarvoor, daar zetten we Depay. Die zetten we net voor die 3 middenvelders. En dan komen er 2 man in de spits te staan. Op rechts, daar komt hij. Malen, ja. En op links, ja. Gakpo. Juist, zo gaan we hem doen. En niet anders. Want met deze opstelling krijgen we voetbal in het team. Dan gaan we echt voetballen. Gaan we met jongens die een paas kunnen geven. Die een steekbal kunnen geven. Die combinaties kunnen maken. Lekker driehoekjes kunnen spelen. Dat voetbal, dat moeten we terugkrijgen in het Nederlands elftal. En met die Malen en met die Gakpo. Ja, daar hebben we natuurlijk snelheid in de ploeg voorin. En die worden bediend door of
door Frenkie de Jong of door de paai. En de paai kan ook nog eens een keer af en toe gewoon in de spits opduiken. Ah, jongens. Hé, hey, Frankie, heb je meegeschreven? Jongen, zo gaan we spelen.